Welkom bij dit Kiba-moment. Mijn naam is Sabine Hess en met deze Kiba-momenten wil ik jou uitnodigen om nieuwe gedachten te creëren die jou ondersteunen en die jou in je kracht zetten. En de gedachte van vandaag is deze. Als jij de zin van het leven wilt ontdekken, doe dan wat je vreugde schenkt. En dat is ook echt mijn persoonlijke ervaring. Het leven is vrolijk. Kijk ook maar eens naar kinderen, hoe blij die zijn. Ik heb een hele tijd voor UNICEF gewerkt als trainer en ik heb ook een tijdje in de Raad van Toezicht gezeten. En wat ik altijd heel erg bijzonder vond, was dat kinderen in de meest erbarmelijke omstandigheden er toch nog van iets konden maken. Dan woonden ze op een vuilnisbelt en met de vuilnis maakten ze dan spelletjes of ze maakten een voetbal en daar gingen ze dan mee spelen. Dus kinderen hebben wel heel erg de mogelijkheid om ja, overal vreugde in te zien. En dat zie je ook hier in het Westen. Als je kinderen meeneemt naar een restaurant en ze gaan zich vervelen, dan is het voor hun saai. Want zij willen vreugde en plezier maken. Ja, dan gaan ze door het restaurant rennen en ze gebruiken stoelen als klimtoestellen. En wij als volwassenen vinden dat dan storend en niet leuk. Maar eigenlijk zijn kinderen heel creatief om van iets wat zij saai vinden, toch iets vrolijks van te maken. Dus ik geloof echt dat ja, vreugde de zin van ons leven is. En ik ervaar het zelf ook als ik dingen doe die mij blij maken. Ja, dan voel ik me licht en dan voel ik me vrolijk en dan zit ik in de flow en dan heb ik meer energie. Dus als jij wilt weten wat is de betekenis van mijn leven en wat is de zin van mijn leven, kijk dan naar de dingen die je vreugde geven en doe dat wat vaker. Breng dat terug in je leven. Want ja, dan heeft je leven meer betekenis en dan heeft je leven meer zin. Dus ik hoop dat de gedachte, als jij de zin van het leven wilt ontdekken, doe dan wat je vreugde schenkt, jou inspireert en jou uitnodigt om anders te denken, anders te voelen en anders te doen, zodat jij kunt zijn wie jij werkelijk bent.